Hallo liefste tweeling, mijn naam is Gail en welkom op jullie wekelijkse reading. Voordat ik overga naar de tarotlezing zelf, kijk ik graag eventjes op astrologisch vlak wat er momenteel gaande is. Maar nu in alle eerlijkheid, liefste tweelingen, er is niet veel gaande. Bij uitzondering is het astrologisch ja gewoon heel rustig. Ik had het eigenlijk al een beetje aangegeven voor zij die mij al een tijdje volgen. In april voelde ik al dat de energie veel rustiger was in de maand mei, zeker op astrologisch vlak dan toch. Nu, volgende week zullen we een heel mooie transit hebben, de week daarop ook. Genoeg om over te spreken, maar eigenlijk deze week niet. We hebben net de nieuwe maan gehad en ik heb daar tweetal weken geleden al een video over gemaakt, omdat ik even op reis was. Dus ik dacht dan, ik zal dit coveren voor de volgende 2 weken, maar die energie is er nog van die nieuwe maan. Dus voor degenen die nog niet naar die video gekeken hebben, kan je altijd eens terug gaan kijken naar jouw video van 2 weken geleden. Die zal de uitleg geven over deze nieuwe maan en wat belangrijk dan ook is. Dus ik zal dit niet herhalen. Dus wat dacht ik dan? Kijk, dan zullen we bij uitzondering eenmalig het gewoon direct overgaan naar de tarotlezing zelf. Is ook eens leuk. Ik heb wel iets nieuws om aan te kondigen, terloops. Vanaf 20 mei, ja, binnen anderhalve week, geef ik jullie de optie, of open ik althans figuurlijk de deuren om bij mij een persoonlijke, professionele, privé reading online aan te vragen. Wens je daarvoor meer informatie? Ben jij daarin geïnteresseerd? Dan dien je mij gewoon een mailtje te sturen. Dan kan jij via wederkerende mail een volledig aanbod krijgen. Hoe alles in elkaar zit en hoe ik te werk ga. Mijn mailadres zal vermeld staan in de beschrijving onderaan de video. Dus je klikt gewoon op meer en dan ga je naar de beschrijving. En dan zal mij de stappen staan daar en dan is gewoon een mailtje sturen naar gailstarot@gmail.com. Dat terzijde. Misschien voor de mensen die nieuw zijn. Iets heel korts nog over mijzelf. Ik ben tweetalig. Ik ben zowel Engels als Vlaamstalig. En tijdens een lezing connecteer ik luidop in het Engels. Dus je zal mij wat Engels horen spreken. Ook de meeste van mijn kaarten zijn Engelstalige kaarten. Ik zal deze direct verklaren en ook uiteraard vertalen voor jullie. Ik start de lezing altijd graag met orakelkaarten. Die leggen mooi de basis, komen tal van mooie boodschappen uit naar boven en daarna spring ik over naar de tarotkaarten zelf. Deze lezing is goed voor tweeling in zon, ascendant als eventueel ook wel maanteken. Goed, we zullen er direct aan beginnen, hè? We duiken erin. Alright, ik heb alles gezegd, denk ik dan toch. Ja, here we go. Gemini, show me what we need to know, please, for the collective for Gemini. Any general messages? Okay, show me what I need to know for Gemini. Any general messages, please? Any general messages for the collective, please, for Gemini? Thank you. Dan zal het ook maar de ene kaart worden. Maar welke kaart dan ook? Coming into power. I step into my power boldly and confidently. Fantastische kaart voor jullie, vind ik. Ja, kijk, het gaat echt wel om op te komen voor jezelf. In jouw kracht te staan, jou niet laten doen, ook bij wijze van spreken. Maar vooral geloven in jouzelf. Hè. Jij mag evenveel als een ander. Jij mag even goed behandeld worden als een ander. Hè. Dus deze kaart spreekt echt van kom op voor jouzelf. Kom in jouw kracht te staan. Hè. Toon aan wat jij wenst. Hè. Op een mooie, zachte manier wel. Maar die kracht dient naar boven te komen. Hè. Dat is ook een kaart van cijfer jezelf niet weg. Hè. Wat jij wenst is belangrijk in het leven. Hè. Even belangrijk als iedereen rondom jou. Hè. I step into my power boldly and confidently. Ja. Wens jij ergens naartoe te gaan? Wens jij een nieuwe stap te zetten? Wens jij iets aan te trekken in jouw leven? Doe dat met heel veel zelfvertrouwen. Hè. Wens jij morgen een miljardair te worden? Oké, is goed. Wel, heb dan vertrouwen in jouzelf. Dat is al de eerste stap die jij dient te zetten. Hè. Eerste kaart. Goed. We nemen het volgende dek erbij. Goed om mee te starten. Hè. Okay, show me what else I need to know for Gemini, please, for the collective.
me what I need to know, please, for Gemini. Thank you. Anything else? Thank you. Twee kaarten. Oh, the wishing well. Ja, nice. Ja, ik denk dat jij op een moment bent momenteel een nummer 48. Is nu toevallig een nummer die ik vaak zie de laatste tijd, maar dat is een nummer die aangeeft dat jij achter jouw doelen aan het gaan bent. En ik denk wel dat je daarbij kunt ondersteuning ook krijgen van het universum. Maar bovenal, het is een kaart die kracht ook uitstraalt. Hè, en die zelfs bepaalde wensen zal in vervulling laten komen. Hè. The wishing well. We kennen dit allemaal, hè? Die wishing well waar we dan een muntje in droppen en dan kan een wens uitkomen. Maar hier ook, hè? Zoals ik hem dan al heel mooi combineer met deze kaart. Hè? Twee personen die iets wensen aan te trekken in hun leven. Hè? Door een wens, hè? Maar dan ook heel veel vertrouwen hebben in jouzelf dat jij die wens waar kan laten en kan laten uitkomen. Hè? Mooi om te zien. Ik heb de Dragon's Lair. Ja, dat is een kaart die ik altijd moet lezen. Voor een of andere manier raakt hij hier niet in bij mij. Het is nummer 10, dat is alvast heel mooi. Dat is iets dat jij afsluit, afrondt en vooruit gaat ook naar nummer 1. Het nieuwe avontuur, nieuwe stap, nieuwe richting, noem maar op. De Dragon's Lair. Even zien, even kort lezen. You're always protected and divinely directed. Dat is prachtig, hè? Je bent altijd beschermd door het universum. En ook het universum zal jou begeleiden. Als het universum voelt dat jij ergens niet juist bent, op een verkeerde pad, met een verkeerde persoon, verkeerde job, verkeerde situatie, weet dan dat jij beschermd zal worden. Maar hoe doet het universum dat? Ja, daar eigenlijk steentjes naartoe te smijten. Hè? En door te maken dat jij voelt dat die situatie niet meer juist is. En door jou als het ware bijna daaruit te trekken. Van, nee, jij dient daaruit te gaan. Dat is niet meer voor jou. Jij dient naar een andere kant op te gaan. Dat is divinely protected. You have a remarkable internal warning system that lets you know when things are out of alignment. Ja, je hebt een innerlijke, ja, soort van waarschuwingssysteem, dat is onze intuïtie, die aanvoelt dat iets niet juist is voor ons. Hè. You are about to enter a dangerous territory, so tread carefully and be aware of your surroundings. Oké, het is een kaart die aantoont dat jij op gevaarlijk pad zou kunnen gaan en dat je daardoor je intuïtie dient te vertrouwen. The path you're on now is one that will challenge you to the core. Dus het pad dat jij nu op bent, is een pad die jou kan doen uitdagen, tot helemaal van binnenin jou. That said, peril is also exciting and exhilarating, like the danger you feel before you enter a new relationship, knowing that you will be changed forever. A life lived fully isn't lived only in safety. Ja, en deze kaart, je ziet deze, dat is hier de Dragon's Lair. Je ziet deze draak hier in zijn holster, als het ware, in zijn grot zitten. Hè. Nu, de kaart spreekt ook over bepaalde stappen te zetten in de buitenwereld. Een nieuw pad lijkt misschien wel een beetje, ja, bangelijk of zo, dat je bang voor hebt. Maar als je geen nieuwe stappen neemt, dan leef jij gewoon niet. Daarover spreekt deze kaart. Hè. Dus ik vind het, ben ik dan toch juist hoe ik hem correleer, is het feit van dat het is een kaart die vraagt om uit jouw comfortzone ook te komen, uit die grot te komen, een nieuwe stap durven te zetten. Hè. A new experience is calling you. Hè. Een nieuwe ervaring is aan het roepen naar jou. Hè. Binnenin ook, hè. One that will test your courage. Hè? Er is één die jouw moed en lef zal doen testen. Hè? En vandaar die coming into power, hè? Die boldly card, hè? Be bold. Hè? Dat is eigenlijk die Pluto-energie, hè? Die power-energie. Pluto staat in waterman, is jouw gelijktijdig, jouw gelijkzijnde air sign, luchtteken. Dus er is hier wel iets die vraagt aan jou om ja, lef te hebben, moed te hebben om een volgende stap te durven zetten, liefste tweelingen. And the choice is yours, but there is greater value in risk taking than remaining unchallenged. New territories are waiting to be discovered. Ja, dat is mooi, hè? De keuze ligt aan jou, hè. Er zit veel meer waarde in een risico te nemen dan te blijven stilstaan. Hè. Nu, ik vind het allemaal gemakkelijk gezegd. Het is niet voor iedereen makkelijk
om zomaar een nieuwe stap te zetten. Hè. Daar zijn we allemaal zeer bewust van. Hè. Maar ik zou het toch proberen. Oké, volgende kaartdek. Was een lange uitleg, maar belangrijk althans. Dank je dan toch. Oké, show me what I need to know. Thank you. Anything else, please? Oké. Anything else, please? Gemini, thank you. Ja, ik heb de Simplify kaart. Als het moeilijk is, dien je het te simplifieren. Als iets niet duidelijk is, dien je het te simplifieren. Als je een beslissing dient te nemen, die stap te zetten, zoals die kaarten hier echt aan jou vragen, en je vindt het moeilijk, simplifieer het. Hè? Zoals nu eigenlijk heeft die kaart het al gesimplifieerd. Hè? Zonder een bepaalde stap te zetten, leef jij niet. Ga het nieuwe aan. Durf het nieuwe aangaan. Heb lef genoeg daarvoor. Hè? En hoe doe je dit te doen? Is door gewoon die stap te zetten. Daarover gaat het. Een beslissing te maken. Daarover gaat het. Simplifieer het. Maak het niet moeilijker voor jouzelf. Hè? Ja, en één keer als je dit doet, dan leidt het tot happiness. Hè? Heel mooi om te zien. Hè? Het zijn de dolfijnen die mee met de flow gaan. Hè? Het is ook die energie hè, dat je hier nu voelt. Dus probeer in jouw eigen energie te komen. Jouw eigen energie, zodanig dat je meer met de flow van het leven terug kunt gaan. Daardoor dien jij waarschijnlijk een stap te zetten. Een nieuw avontuur aan te gaan. Niet blijven stilstaan, niet in die grot blijven zitten. Dus voor sommigen is dat letterlijk thuis blijven zitten. Voor anderen is dat een beslissing nemen. Iets die in jouw grotere beste goed is. Hè? Die leidt tot meer happiness. Hè? Die dolfijnen aan dolfijnen staan gekend om mee te gaan met de golven. Waarom? Omdat ze dit leuk vinden. Ze vinden die energie leuk. Dat propelleert hen vooruit. Hè? Mooi. Heel mooi om te zien. Oké. Next. Gemini, please. Show me what I need to know, please. Do I have a correct tip? Any general messages, please, for Gemini? Any general messages, please? For Gemini, please. Collective. Thank you. One more, please. Thank you. Ja, oké. Ik heb Dream and Journey. Mm-hmm. So, dream the journey. Durf de reis. Als je manifesteert, vraagt men altijd, manifesteren is het allereerste dat je doet, is al voor jou zien wat jij wenst aan te trekken. Hoe het eindplaatje of hoe de weg er ook naartoe zal uitzien. Wat jij allemaal zal beleven, wat jij kan tegenkomen, hoe het er letterlijk zal uitzien op het einde van jouw rit. Ja? Daarover spreekt deze kaart. Durf de journey. De journey is de rit, de voyage, de reis die je zal maken naar iets nieuws in jouw leven dat jij aan het maken, propileren, manifesteren bent. Hè? Maar droom het ook. Hoe meer je ervan droomt, letterlijk overdag zelfs, hè, dagdromen, hoe meer je die zaken, die energie zult aantrekken. En dat is een van de belangrijkste stappen van manifesteren, iets manifesteren in ons leven. En ik heb de Medicine Mother, Honor Your Inner Knowing. Liefste tweeling, ja, jouw intuïtie, hè? Dat is jouw belangrijkste radar. Die geeft jou aan wat jij dient te doen, wat jij niet dient te doen, wat goed is, wat niet goed is, enzovoort, enzovoort. Dus vertrouw op jouw innerlijke knowledge, jouw wijsheid die jij aanwezig hebt. Hè? En honor is een groot woord. Hè? Honor spreekt echt wel over eerwaardigen, hè. Als iemand zegt dat jij niet goed genoeg bent, of zoiets, dan dat is zo van die negatieve energie, hè, dat zijn mensen die als het ware jouw kracht zelfs naar beneden aan het trekken zijn. Dus vertrouw jouw eigen en honor yourself. Hè. Eerwaardig jou wat jij weet. Hè. Je weet enorm veel, je bent een wijze persoon. Hè. Laat jou zeker niet van het tegendeel geloven. Hè. So come in your power, liefste tweeling. Ik denk dat jullie waarschijnlijk die boodschap nodig hebben om dit te weten. Jullie kunnen eigenlijk alles waar dat jullie je zinnen op zetten. Hè? Zeer krachtige individuen, onze lieve tweelingen. Oké, okay. Give me one more card, please. Come on, for Gemini, thank you. Ik heb er twee gehad. De klitwortel. Ik help je samenwerken. Samenwerken valt niet altijd mee. Blijf rustig, communiceer.
Respecteer de ander, sta open voor andere mensen en maak samen een plan. Draag me bij en ik zal je ondersteunen om samenwerking vlot te laten verlopen. Dus als sommigen een klitwortel wensen te kopen, kan je dit altijd doen om beter te gaan samenwerken met anderen. Ik heb de venkelkaart ook. Ik laat jou glunderen. Fantastisch. Je hoeft niet altijd bescheiden te zijn, liefste tweeling. Je verdient alle lof voor je inzet wanneer je deze vanuit jouw hart komt. Hoe klein of groot de inzet ook is. Vind ik mooi. Ik zal hem nog eens lezen. De venkelkaart, ik laat je glunderen. Je hoeft niet altijd bescheiden te zijn. Je verdient alle lof voor jouw inzet wanneer deze vanuit je hart komt. Hoe klein of groot de inzet ook is. Mooi. Jij verdient echt wel lof. Hetzelfde als die honor kaart. Hè. Dus daarmee, die twee zijn gecorreleerd met elkaar. Hè. Honor yourself, your knowing. Hè. Hier ook. Hè. Hoe klein jouw inzet, wat jij doet, hè, is veel. Het is gewoon al veel. Jij doet veel. Hè. In het Engels, ik kan het nu niet in het Vlaams zeggen, maar praise yourself. Hè. Zelfs als iemand anders het niet doet, doe het maar voor jouzelf. Dream the journey. Mooi. Goed, oké, okay, wij gaan over. Mooie boodschappen. Ja, zeer speciaal. We gaan over naar de tarotkaart. Ik neem algemene boodschappen voor jullie. Ik zal de kaarten tonen en dan zal ik ze nogmaals verklaren met een tweede deck. Here we go. Oké, show me what I need to know, please, for Gemini. Thank you. Anything else? Thank you. Oké. Okay. Anything else, please? For Gemini. Haha, speciaal. Thank you. Anything else, please? Anything else, please, for Gemini? Thank you. That's enough. And one advice card, please. Thank you. Okay. Kijk eens aan. Oké, de allereerste kaart. We hebben de Eight of Cups. De Eight of Cups spreekt over, je ziet deze persoon, hè, die is aan het wegwandelen van al deze bekers. En hij is eigenlijk op weg naar een negende beker. De negende beker staat voor droom en een hoop die in vervulling, die hij of zij, genderneutraal, die deze persoon in vervulling wenst te laten komen. Het is een kaart die ook spreekt, je ziet hier de eerste maan, de nieuwe maan althans, hè, dat is de Waxing Crescent Moon. Dat is het eerste stukje van de maan die we zien bij een nieuwe maan die aan het vormen is. Hè. En bij uitzicht is dit nu. Ja. Dus heel mooi om te zien dat deze kaart correleerde. Het is ook een kaart die spreekt over gelijk wat dat jij tegengekomen bent op emotioneel vlak dat jij kan overkomen, dat jij zeer krachtig bent. Ik zeg dat bij met uitdrukking, want je hebt op de laatste kaart heb je de strength kaart ook. Het stond mij aan dat jij zeer krachtig bent. Hè. Die ligt ook over die coming into power kaart. Hè. Dus jij bent in jouw kracht meer aan het komen met bedoeling om achter jouw emotionele, ik zeg het wel duidelijk, emotionele droom en hoop te gaan, waar dat jij voldoening uit krijgt. Hè? Voor iedereen zal dit plaatje er anders uitzien, hè? Maar jij bent daar naartoe aan het gaan. Jij laat het verleden achter jou. Die obstakels kan jij overkomen door het verleden achter jou te laten, op jouw intuïtie vertrouwen en vooruit te gaan. Boldly stepping into my power. Ik zal hem nog een keer tonen, derde keer. Hè? Zie hoe die zon hier op deze persoon echt die stralen. Hè? Dus ook de zon heeft ook een genezende kracht. Hè? Dus alles wat jij meegemaakt hebt, ben je van aan het genezen. En dan groeit er hier een heel mooi boompje terug. Iets nieuws. Hè? Een spruit van iets nieuws is naar boven aan het komen. Three of Pentacles heb ik ook. Three of Pentacles spreekt over samenwerken, liefste tweeling. Samenwerken, maar op een originele manier, op een andere manier. Een verbintenis dat jij kan hebben op creatief vlak. In verband met jouw job, jouw werk waarschijnlijk. Hè? Pentacles zijn carrière. Financieel gerelateerd eventueel. Iets dat jij aan het ontwerpen bent. Iets dat jij aan het vervaardigen, zelfs gewoon in jouw huidige job. Hè? Het spreekt over samenwerken met andere mensen, maar op een originele, creatieve, out-of-the-box manier. En ook dit heeft terug te maken met jouw wens die in vervulling wenst te komen. Hè? Dat ligt hier rechtstreeks onder elkaar. Hè? Dus ik denk om een wens aan te trekken dat jij dient, dat kan ook bij jouzelf zijn, hè? Maar dat jij dient op een originele manier
bepaalde soort stappen te zetten, creatief te zijn. Laat jouw creativiteit maar naar boven komen. Je hebt de devilkaarten. Nu, die devilkaarten, dat is afleiding. Dat zijn angsten die naar boven komen. Dat zijn negatieve gedachten die naar boven komen. En die ligt letterlijk onder die Dragon's Lair en die Simplicity kaart. Dus die Dragon's Lair, die herinner je nog wel, heb ik mooi uitgebreid gelezen. Kom uit die grot, zet die stap. Maar dan ligt hier heel mooi die duivel onder. Die duivel die we allemaal aanwezig hebben in ons leven. Duivel, engeltje. Die ons soms eens wat negatieve gedachten inspreekt. Ik blaas hem er altijd zo af, van nee, jij hoort hier niet. Het is niet erg, we hebben dit allemaal. Maar er bewust van zijn is wel belangrijk. Dus wees bewust van, want dit kan jou tegenhouden. Dus, en zeker hier in deze lezing voel ik dat jullie krachtiger mogen zijn. Jullie hebben heel veel kracht van binnen. Jullie mogen daar ook wel op vertrouwen. Dus laat die negatieve energie, maar eventueel ook negatieve mensen rond u, laat die alstublieft links liggen. Ja? En zet die stap naar buiten. Zet die volgende stap, zonder die duivelenergie. Laat die links van jou. Simplifieer het ook. Het is eigenlijk ook simpel, hè. De dingen die we niet nodig hebben in ons leven, dat klinkt allemaal simpel, dienen wij als het ware gewoon los te laten. Nu, in realiteit is het niet altijd makkelijk. Ik heb wel een heel mooie kaart. Ik heb de Nine of Pentacles. Helemaal in het midden van jullie reading. De Nine of Pentacles is een zeer zelfstandige energie. Is een energie van... Ja, het is ook Pentacles terug, hè? Zelfstandig worden op financieel vlak. Dat is eigenlijk een zeer mooie, stabiele, vrouwelijke energie. Zij is de minor arcana van de Empress. De Empress is de koningin van alle koninginnen. Zij heeft het gemaakt. Ja? Zij is zeer stabiel, rustig, twee voetjes op de grond. Waarom? Ja, ze is eigenlijk, ja, zoals ik zeg, ze is er geraakt. Ze is gekomen waar ze dient te komen. Hè. Zij kan nu het moment gaan beginnen gebruiken van de periode waar ze in haar leven is, van meer te genieten ook, van alles wat ze al opgebouwd heeft. Daarover gaat deze energie ook. En het gaat over een energie dat jij iets aan het verkrijgen ook bent. Eventueel op financieel vlak, eventueel op carrière, jobvlak, eventueel op materieel vlak. Is er iets in jouw leven, een wens in jouw leven, die een vervulling aan het komen is? En dat is dan terug voor iedereen anders. Maar bovenal spreekt deze kaart ook van financieel geluk en spreekt die ook van zelfstandigheid. Je ligt onder die happiness kaart, hè? Dat is heel mooi om te zien. Hè? Dus ik denk dat jullie echt wel... Plak in het midden van jullie reading. Hè? Dat zijn de twee grootste kaarten middenin. Dus ja, dan kan ik niet anders aangeven dat jullie naar een periode nu gaan waarin dat je heel veel beelden nu kunt aantrekken. En het zal wellicht u zeer gelukkig doen voelen. Zeer veel stabieler ook doen voelen. Waarin dat je gewoon, ik denk, meer tijd voor jouzelf zult kunnen hebben. Waarmee die zelfstandige energie komt hier heel mooi naar boven. Jij bent zo precies aan het shinen, hè? Eenmaal jij die negatieve zaken loslaat. Hè? Uit die Dragon's Lair komt. Op weg naar jouw negende. Dat is mooi, hè? Van de 8 naar de 9, hè? Zeer mooi. Two of Cups. Sommige tweelingen hebben een heel mooie, intense soul connection band met iemand die al aanwezig is of iemand die eraan komt. Maar ik zal er ook bij zeggen, het is een keuzekaart. Ja, tweeën staan voor mij altijd voor een keuze die jij dient te maken. Een droom dat jij wenst liefdesvlak wenst aan te trekken ook. Hoe jij dat dan wenst in te vullen, ook terug daar voor iedereen anders. Hè. Maar... Ik had het in het Engels in mijn hoofd. Even vertalen. Op dat pad dat je aan het bewandelen bent, met richting tot liefde eventueel, of een verbintenis met iemand anders, dien jij waarschijnlijk een keuze te maken. Een keuze in your highest good. Een keuze die goed is voor jou. Niet voor iemand anders, voor jou. Belangrijk hier. Want het ligt onder honor your inner knowing. Dus jij weet wat het beste is voor jou en bepaalde keuzen dat jij dient te maken. Ja, zoals ik al zei, ik had de strength kaart. Hè. Fantastisch. Hè. Dat is zo gecorreleerd met die allereerste kaart. Hè. Dus jij die in jouw kracht komt. Jij die over enorm veel tonnen energie, tonnen van kracht bezit. Hè. Het enige wat jij dient te doen is geloven daarin in jouzelf. Hè.
Het is een periode dat jij, ik denk, ja, dat jij veel krachtiger gewoon algemeen aan het worden bent. De titel. En als ik het niet opschrijf, vergeet ik het. Dat zeg ik altijd. Anders denken jullie, waarom schrijf je dit nou op? Ik vergeet het. En we hebben als advieskaart hebben de Queen of Cups. Nu, de Queen of Cups vraagt om geduld te hebben met jouzelf. Ook voor anderen, maar bovenal jouzelf. Hè. Wees rustig in de stappen die jij onderneemt. Hè. Vertrouw in jouzelf. Wees diplomatisch ook. Is zeer mooi. Dus zo die mooie, gegronde energie van die Nine of Pentacles. Wees diplomatisch, ook in jouw opties afwegen. Nee, kijk eens heel goed wat er rond jou aan het gebeuren is. Ja, de mensen ook rond jou vragen eventueel raad. Ook kan ook met de Queen of Cups. Maar bovenal, doe wat dat voor jou belangrijk is. Hier, jouw eigen hart. Al die kaarten wijzen op dat jij moet kijken wat belangrijk is voor jou. Oké, goed. We gaan de kaarten verklaren. Eight of Cups, please. Clarify. Clarify. Thank you. Ja, fantastisch. Ja, jouw hoop, jouw droom die je wenst in vervulling te laten komen. Ik denk dat jij daar op een tweesprong staat en dat jij een eerste stap aan het zetten bent ernaartoe. Dat je het ook al begint in te zien. Hè. Een Page of Pentacles is iets nieuws aan het leren ook. Hè. Het is een nieuwe opportuniteit, een nieuw pad dat jij aan het bewandelen bent. Hè. Nieuw pad waar een nieuwe energie naar boven aan het komen is. Kan ook een financiële opportuniteit zijn die voor jullie naar de oppervlakte aan het komen is. Waardoor ik denk dat je gewoon algemeen door, omdat jij nu krachtiger, meer in jouw kracht aan het staan bent, dat je meer opportuniteiten automatisch aan het aantrekken bent in jouw leven. Hè. Ook omdat jij vertrouwt op jouw intuïtie. Jouw intuïtie geeft aan wat goed, wat niet goed is, zoals ik al zei. Three of Pentacles, please. Hoppa. Op de grond. Nee, ik wil niet van de grond. Oké, mooi. Ik heb de Eight of Pentacles. Ja, Eight of Pentacles toont mij aan. Zelfs zijn er zaken op job, werkvlak, zaken die niet zo altijd heel smooth lopen, zo gemakkelijk zijn. Zijn er bepaalde obstakels dat jij dient over te komen, dat je dat zeker kan. Ik zou daarbij aanraden, mocht er iemand voor mij zitten, zou ik aanraden om met uw collega's op een creatieve manier gaan samenwerken. Hè? Om eens te kijken hoe dat je je samenwerking kunt verbeteren, eventueel met jouw collega's. Kan je iets origineler zijn in jouw samenwerking? Hè? Zodanig dat je elk obstakel dat jij eventueel kan hebben, dat je dit kan overkomen. Of misschien is het net wat jij wenst in jouw leven. Hè? Want dat ligt onder die wishing well. Ja, dus dat jij wenst dat jij meer kan samenwerken met jouw collega's, hè? Op een andere manier. Het zou heel goed kunnen ook. The devil energy, please. Clarify that devil. Thank you. The moon. Oké. Twee grote arkanen op elkaar. Dat is speciaal. Ja. De moon toont mij enerzijds aan, hè? Oh, ze is toch speciaal, zo. Op de devil. Ik denk dat er iets onverwachts jou zal helpen, eerste tweeling. Is er iets negatiefs in jouw leven, dan denk ik dat er onverwacht hulp zal komen. De moonkaart is één, ja, klassiek, intuïtie, jouw intuïtie vertrouwen, wat goed, wat niet goed is voor jou. Maar de diepere betekenis is dat er iets onverwachts jou kan helpen. En over de maan hebben we geen controle. En over waar de maan licht op schijnt, hebben we ook geen controle. Ja? Dus er is hier iets aan het gebeuren, zonder dat jij daar controle over hebt, is er iets aan het gebeuren met deze negatieve energie rond jou. En ik denk dat die negatieve energie aan het weggetrokken wordt van jou, onbewust. Dat jouw leven daardoor veel simpelder terug zal worden. Daarover spreken deze kaarten. Kan ook zijn, bepaalde tweelingen, dat jullie nu echt wel, ik denk. Mochten jullie veel dromen hebben momenteel, zou ik ze opschrijven. Ik denk dat jullie intuïtie enorm
aanwezig is momenteel, dat dat jullie kan begeleiden ook. Ik denk zelfs dat het zover kan gaan dat jullie premonitions hebben. Nou, wat is het woord in Vlaams? Premonition. Dat jullie zaken op voorhand voelen aankomen. Ik vind het woord niet. Dat is zeer sterk op de duivel, hè. Maar toch, de hoofdzaken zie je dat die negatieve zaken in jouw leven worden weggetrokken. Want het is het universum die voor jou aan het werken is. Die jou daarin ondersteunt. Ook voor bepaalde tweelingen. Iets negatiefs in jouw leven. Dat zal voor iedereen anders zijn. Het kan een persoon zijn. Weet dat er daarin bepaalde zaken aan het gebeuren zijn die jij niet weet ook. Hè? Met deze maan daarop. De maan toont echt aan de zaken die we niet weten ook. Hè? Dus intuïtie is ook iets dat wij niet kunnen zien. Hè? Dus er zijn daar een paar zaken die jij niet kan zien. Dat jij, let daar dan toch voor op, zou ik zeggen. Volg jouw intuïtie daarin. Als jij voelt intern van iets klopt hier niet, zou ik daar toch wel voor opletten. Althans, dat is wat de kaarten mij vertellen. Oké. En de Five of Wands. Oké, nice. Ja, er is verandering op jouw pad aan het komen, hoor. Ik denk dat je bepaalde zaken los aan het laten bent. En zodra jij dit doet, ben jij hier, komt er een shift. Ik denk dat je meer energie zult krijgen ook, waardoor dat jij terug de nieuwe zaken in jouw leven kunt aantrekken. Die zelfstandige zaken, waarin dat je veel meer rust en stabiliteit hebt. Two Cups, please. Farafara, Two Cups. Three of Wands, ja. Ja, sommige tweelingen zijn op relationeel vlak. Jullie zijn aan het plannen, hè. Jullie zijn aan het kijken naar de toekomst. Welke route dat je wenst samen te nemen. Naar links of naar rechts. Welke de beste route is voor jullie. Maar ik denk wel dat je toekomstplannen aan het maken bent. Toch althans voor sommige tweelingen. Met je partners naar de toekomst toe. Hè. Dat is zeer mooi, hè. Zeer geïnspireerde energie, hè, dat ik hier krijg. Kijk, de Three of Wands aan, die op de Two of Cups ligt. Zeer mooi om te zien. Ook daar zal jouw innerlijke bevestiging jou vertellen welk pad jij dient te volgen. Welke route voor jullie het beste is. Welke kant je het beste uitgaat in jouw plannen naar de toekomst toe. De zwengkaart, please. Klaar op mijn zwengkaart. En de Seven of Swords. Oké. Ja, het is duidelijk dat jij iets aan het leren bent. Ook over jouzelf. Hè, over jouw kracht. Hoe krachtig jij wel bent. Hè. Het is een kaart die ook spreekt over de levenservaring. Dat jij aan het opdoen bent. De Seven of Swords. Het enige dat ik er nog van zal zeggen. Is ook een kaart die aantoont dat je voorzichtig dient te zijn. Kijk, die duivelenergie hier in het midden, let op met de mensen rond jou. Hè. Wie hier dicht rond jou is, die jij aanvoelt als een beetje duivelenergie, daar zit daar trickery in. De Seven of Swords is een trickster. Ja? Dus let een beetje op die energie rond jou. Hè. Kan zijn dat iemand niet helemaal eerlijk is rond jou. Ik pik het hier al te veel op. Hè. Met die maankaart hier ook nog eens op. Dus zou daarvoor op letten. Maar ik denk dat jij krachtig genoeg bent, dat jij genoeg levenservaring hebt om dit eruit te halen als jij vertrouwt op jouw intuïtie. En de Queen of Cups, please. Clarify that Queen of Cups. Knight of Pentacles. Goed, mooi. Dat was een advieskaart, hè. Dus lief zijn voor jouzelf bovenal. Jouw opties afwegen. Eventueel steunen op iemand anders. En dan geduld hebben bij bovenal. Geduld hebben om stappen voor stappen voor stappen voor stappen te zetten. Dus de Knight of Pentacles is een knight die heel traag vooruit gaat. Ja? Waarom? Omdat die geduld geeft. Dus jouw advies zal zijn, heb geduld met jouzelf. En daardoor zul je meer geduld hebben voor de mensen ook rond jou. Liefste tweeling, ik ga deze lezing hier afronden. Ik hoop dat bepaalde boodschappen voor jullie resoneerden. Zo, ja, dan mag jij altijd de video liken. Je mag je ook eventueel abonneren als je dit nog niet gedaan had. En je kan ook altijd op het belletje klikken. Dan word je telkens op de hoogte gebracht van een nieuwe video die ik upload. Voor nu, ik wil dus jullie van harte te bedanken om te kijken. Ik wens jullie fantastisch hemelvaart weekend toe. En dan hopelijk tot de volgende keer. Dag liefste tweeling.